Jan Beuker. Wie heeft het laatst nemen? De rekening een beetje evenredig verdeeld wordt over verschillende groepen in de samenleving. Ja. Je zou kunnen beginnen met de vraag te stellen. Als we nou eens een goede analyse maken van stromen overheidsgeld die gaan naar adressen waar het niet echt nodig is. Ik denk dat je dan al een heel eind zou komen. Maar vooral premier Rutte, vicepremier Maxime Verhagen, die onderhandelden weken achter elkaar.